Nou, ik was eigenlijk blij verrast, want ik was hier nog nooit geweest. En vrienden van hem zeiden, daar moet je eens heen gaan. Zijn we samen naartoe gegaan en ik was helemaal overrompeld. Het huiskamergevoel, de enorme sfeer, het belangeloze optreden van de artiesten. Waanzinnig. Een van de kernwaarden van Meijs is betrokkenheid. En daarom hebben wij gezegd, we willen graag een heel mooi concept ondersteunen. Wat mensen begeleidt met afstand tot de arbeidsmarkt. En Cardo sponsoren geeft dan gewoon een heel goed gevoel. Ja, wat doet een avondje Cardo met je? Geweldig altijd om daar te zijn. De betrokkenheid van de eigen mensen van Cardo is altijd genieten, vind ik. En de voorstellingen die zijn altijd goed. De nazit is altijd gezellig. Een leuke bar. En ook daar ontmoet je mensen van Cardo. Ontmoet je klanten. Ontmoet je eigenlijk allerlei mensen. Allemaal met hetzelfde doel. Gewoon een gezellige avond bij Cardo. Prima voor elkaar. Ik heb soms zin in een pizza calzone. Het is leuk om met mensen te zijn en rondom de artiesten. En je kunt dan praten met de artiesten. En dat vind ik het leukste. En ik hou van regelen en dingen doen. En dan ben ik hier op mijn plek. Cardo is hartstikke gezellig. Er komen leuke artiesten, dat zie je vanavond wel weer. Hè? Ik vond het in ieder geval heel verrassend. Ik kende Ronald Snijders helemaal niet, maar... ontzettend gelachen en leuk, allemaal verschillende mensen en dan een gezellige avond hebben, dat is Cardo. PowerPoint presentatie. Het verdedigen van een armzalig standpunt met behulp van lichtbeelden. Benefietkeeper. Keeper die voor het goede doel staat. Ja, ik kende Cardo helemaal niet, want ik kwam hier gewoon, het stond gewoon op mijn speellijst. Dus, had ik wel even de site gecheckt natuurlijk. Van er zijn hier mensen die gehandicapt zijn en die bij de maatschappij betrokken worden. Door allerlei ook vrijwilligers die allemaal activiteiten hier organiseren. Ja, ik vind dat een fantastisch initiatief. Ik denk dat een van de allermooiste dingen in het... eigenlijk de allermooiste wat je als cabaretier kunt wensen is dat je één avond in Cardo in Groesbeek mag staan. Ik denk dat het een beetje het hoogtepunt van elke cabaretier is. Hè. Ik ben betrokken bij Cardo omdat ik een goede organisatie vind voor de goede doelen. Ik vind het een hele belevenis wat ze daar op de bühne laten zien. Vanuit de hele organisatie vind ik het geweldig. Ik vind het enthousiasme leuk. Iedereen is zo vrolijk, iedereen kan ook naar elkaar toe komen. Dat vind ik leuk, dat het zo enthousiast is allemaal. Vinden jullie ook allemaal? Ja, daar zijn wij helemaal mee eens. De verschillende dingen die er altijd zijn en de enthousiaste mensen die er zijn. Iedereen hier welkom is, mensen met beperking en zonder beperking. En iedereen schik heeft, iedereen een glimlach heeft en iedereen uit zijn dak kan gaan. Ik vind het heel bijzonder om hier te mogen spelen. Ook omdat ik een jaar of, ik denk, 8 geleden hier een keer geweest ben op een,
op een middag waarop Lucille Werner en Jan Veen speelden. En om dan nu hier terug te zijn en een volledig concert te mogen geven, nou, dat voelt wel ook heel goed.